jongens en meisjes, welkom bij weer een aflevering van amateurvissen.nl. Ik zit op de boot en dit keer niet de bellyboot, maar op de boot bij Jurgen. En we hebben vanochtend al even gevist in het donker. Proberen we de baars te vangen, maar de baars was niet thuis. Dus we gaan hier doodazen. We hebben allemaal vorens bij. Vorens, hè? Ja, een dode vorens. En we gaan die op de fireball prikken. Dat zal Jurgen dadelijk even allemaal uitleggen. Kijk, dit zijn de vorens. Flinke jongens. En brasems ook nog, platte brasems nog bij. Oep. En ja, dit is goed weer. Het waait, de wind is gedraaid. Het waait, het zou hard gaan waaien, maar het waait af en toe wel. Maar we liggen nu uit de wind, dus dat is wel lekker. Maar ik heb er zin in, dus we gaan snel vissen. De Jurgen is vragen wat we precies gaan doen. Nou, goedemorgen allemaal. Vandaag met Tom even een dagje fireball vissen met dobber en met onder de boot. We gaan vandaag wel vissen met zwaardere fireballs, 40 gram en grotere aasvissen. Ook kleinere aasgraad, maar we beginnen ook met platjes. Moet ik even kijken welke de langste onderlijn het. Dat zijn deze. We gaan strak tegen een bodem aan vissen. Gisteren heb ik al gevist en dan moesten we ze ook echt van de bodem afhalen. Snoeken. Vandaag met kleine brasems vissen. Moet een grote vis opleveren, want daar is altijd heel simpel. Onderin zijn kin. Boven in zijn neus. Ik heb ze al ontdooid. Want ik denk als je knijter hard is, dat ze hem loslaten. Ja. Doen we schubjes eraf. Eraf raspen. Hup. En dan in het velletje. En dan zo net aan het puntje weer eruit. Dus niet die haak helemaal in de huid steken, want als ik hem aanslaat, slaat hem nog vaster. Daarin komt de haak niet los. Even een hand afspoelen. Van deze was het over boord hangen. De stroom komt er uit. Baba. Een dikke voren eraan. Ja, verse vorens. Ik heb ook vorens in de vriezer. En deze zijn verse. We hebben hem net kapot geslagen. Ja. En dat werkt toch beter. Een verse voren, ja. Vind ik dan, hè? Ja. Die levert eerder vis op als een voren die je al een paar weken in de vriezer gaat liggen. Ja. Ook hier de schubjes even eraf kraspen. Als je hem zo erin pikt en je slaat aan. Kijk, dan sluiten die andere dreggen ook in die vis. Ja. Dus erin en eruit. Hangt heel de boel er langs. Ja. Ja, dan heb ik hem iets te wijd nog achter de veren zitten. Ja, die stinger is vrij lang. Maar ja, dat komt wel goed. Hup, dan doe ik hem hier erin. En daar eruit. Hup. Hoppatee. Deze is voor amateurvis.nl. Amateurvis.nl. Het is mooi, goede helder water. Nou. Met een plat is zo zwaar dat je gewoon de slip heen veert. Hoe ga ik bepalen de diepte? Normaal kijk ik op de dieptemeter, maar nu doe ik het even zo. Kijk, nu lig je op de grond. Zie je de slaplijn? Ja. Meter omhoog, slag geven, slip open, klaar. Hoppatee. Metertje boven de grond. Met steun. Kom het dak varen, dan lig je nou niet even stil. Ja. Dan pak je hem. Dus, dat komt goed. 5-4 meter diep. Ja, net kwam er natuurlijk veel meer als vis. Nou, trekken we hier, kijk, dit is de lijn van mijn brasem. Trekken we doorheen. Ja, er moet een grote bij liggen. Er ligt zoveel vis. Kijk hier, mooie signalen. Dus ja, het is wacht tot hier krom gaat. Hè. De zwakste vis vat je er al tussen. Nou, dus een school platter ligt. Je trekt dus een dode platter erheen. Ja, dan vat hij die. Is het beet? Ja, dat is vis. Kan er maar staan? Ja. Wil ik hem aanslaan? Ja, ik was snel aanslaan. Ik zal hem echt goed zetten. Een map geven? Zit hij nog eraan? Ja, haal hè. Ja, hij is eraan. Haal hè. Ja, ja, ja. Niet slaan hè. Staan. Strak draaien naar beneden top. Strak draaien en ram. Ja. Oh, nu draf. Jammer. Jammer Tom. Trok hem eraf. De vis hangt er nog aan. Kijk. Niet losgekomen. Zie je? Ja. Shit. Oh, jammer. Dat was de eerste aanbeet van vandaag. En tenminste de eerste, ja, behalve die snoekbaas van vanmorgen.
gepakt in, we gingen er rustig mee vandoor. Maar ik sloeg aan, ik voelde hem gewoon uit de bek schieten. Ik zag wel aan de voren dat er flink wat kras op zat. Maar goed, we hebben nu weer uitgegooid en varen nu over diezelfde plek een paar keer op en neer. Eens kijken. Top, geen snoek. Dat is geen snoek. Dat is een korf, een feederkorf. Fucking hell. Vis eraf, dit is een oude hoer. Kijk hier de lijn. Het is een hele feederkorf, man. Hey. Stil nou. Is iemand, Wie gaat er nou zo wijd viederen? Ja, dat spoor je toch niet? Nee. Hey. Hey, er hangt een vis aan, jongen. Nee. Kijk hier. Wat hangt de vis aan? Tak. Een hoop takken. Nee, geen vis. Korf hebben, Tom? Nee. Jawel, jongen. Dat is een speedkorf, joh. Ja, we kunnen mee speed, hé. Ja. We kunnen mee speed daten. Hey, joh, speeddatekorf. Jee. Ik dacht even dat we een dikke beet hadden, zeg. Die legt er nog niet lang. Snoek, godsamme, weer een snoekje. Nee. Ja. Lievelingskeuter moet hebben. Lievelingskeuter moet hebben. Nee, hè? Ja. Weer zo'n ding. Weer zo'n kleintje. Allemaal dezelfde. Allemaal van die kleintjes. Mooi. Gaat u weer, doei doei. Dan moet er drie. Ik heb nog niet geslagen. Had je moeten eens in bek houden die voren. Ja, geen snoep. Ja, ik voel weerstand. Ja, een plant of zo. Ja, ik weet niet wat ik heb. Jawel, ik voel bonken. Komt je aan. Als je nou weer een vast hebt, dan geef ik hem een LL. En dan komt een snoek aan, hè. En ik heb niet geslagen. Ja, pas op met die andere lijn. Moet je eens binnen? Die hangt eraan, die hangt eraan. Wacht maar even. Hier. Hangt er gewoon aan. Hangt er gewoon aan, Tom. Moet je deze binnen halen? Ja, doe maar, hè. Ja. Een verticaal ding. Oh, maar net vast. Nee, ik bedoel deze andere. Nee, die niet. Netje. Hij is los. Te laat. Hij oh, hij is los. Boven de, jammer, jammer, jammer. Netje, 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 netje. Die valt hem niet mee. Nee. Te laat. Heel laat. Dat was wel een mooie, hè. 90, denk ik. Helaas. Helaas. Wacht eens, de slinger in het net. Oh. Amateurleurt. Oh. Yes. Heb jij het net? Ja, ik heb hem. Mooie. Haha. Tom. Ja. Hele mooie snoekbaas. Oh, tijdens het verticale. Boeia. Nee. Oh. Niet groot gisteren, maar. Hij mag er zijn. Hij mag er zijn, op 2 meter water, hè. Oké. Ah, mooi visje, een mooi fotootje maken. 1, 2. Ietsje lager. Ja. Yes. Stekels in de zon? Ja. En stekels, ja. Ja. Hoppatee. Nou jongens, dat was niet... De vis waar we op visten, we zaten hier met de shedje gewoon te verticale en Jurgen die laat zijn lievelingskeurder shed zakken. Zo net tot op de bodem en hij draait één keer op en bam! Snoek was eraan. Ik denk dat hij wel 65, 70 was toch? Zoiets, ja, zoiets. Een mooie vis. En ook wat aanbeten gehad net nog van een snoek. En die ging eraf en er zijn tot nu toe wel 3 snoeken eraf gegaan. Dus, we hebben 2 snoeken, 2 snoekbaarzen. Ja, we hebben 2 snoeken, 2 snoeken, 2 snoeken, 2 snoekjes, 2 snoekbaarzen en een baars hebben we. Dus, niet wild. Het was niet, dat je zegt dat ze helemaal los zijn, maar het kan nog gebeuren. Want, zo! Die pakt jou door je voren. Oh ja, ik zie het. Ja, die door je voren die was eraf geschoten, die dreef daar een hele grote en die meeuw die pakt hem gewoon. Frit hem gewoon op. Dus we gaan even terug naar die plek waar we net beter hadden. Ja, ondiep, hè? Ondiep, ja, trouwens. Net op 1,5 meter hadden we erin. Dus, we shall see. Snoekbaas koning. Aan de stinger. Aan de stinger hangt hij, ja.
Hoppatee. Hansje Lammers. Hey Hans, kijk eens. Hey Hans, mooi hè? Oh, ik slam eraf. Nee. Ja, ik slam eraf. Ja. Ik heb hem even gevoeld. Het is wel goed vandaag. Dag van de lossers. Dag van amateurleurs. Tjonge jongen. Nou jongens, te slepen met die voor ons was niet zo heel veel. We hadden een paar aanbeten gehad, maar heel veel lossers. En ja, schiet niet echt, schoot niet echt op. Flink wat rondgecirkeld daar, maar was niet, niet echt te doen. Wel op de verticale hangen een mooie snoekbaas en zo. Dus snoekbaas leek wel los. Dus wat we gaan doen is, we hebben hornetstraan gedaan. En we gaan hier op dit stukje een beetje heen en weer varen. Kijken of we nog meer snoekbazen kunnen pakken. Dat zou wel zou mooi zijn, want volgens mij zijn die wel los vandaag. Dus ik ben benieuwd. Allemaal op de verticaal stokken, joh. Allemaal niet aan het. Snoek maar bij boven. Ja, een snoek, ja. Mooi hoor. Nou begint het met de boom. Snoekbaas. Snoekbaas. Ja, snoekbaas. Oh, ja, snoekbaas, ja. Allemaal snoekbaas. Ja, ja. Daar ik weer een foto sturen. Ik maak wel een foto met je telefoon. Ja. Schitterend, hè? De box, jongen. Onbestelbaar, allemaal snoekbazen. Nou jongens, dat stukje snoekbazen, dat was niet zo'n slecht idee. Eventjes trollen met wat salmoplugjes. We hebben een paar mooie snoekbazen en bazen opgeleverd. En terwijl we aan het vissen waren, zijn we weer richting een nieuwe stek gegaan, een ander water. En we zijn nu weer aan het slepen met de dode vorens en een paar dode bazen. Eens kijken of dat nog wat snoek gaat opleveren, want die moet nog aan boord komen vandaag, althans de grotere snoek. Dus we gaan het meemaken. En? Ja? Vis. Ja? Vis? Ja, vis. Nee. Wat is dat? Dat weet ik niet. Ik ga beet hoor. 100% beet. Is het eraf? Ja, ik voel niks. Ja. De naardvis hangt er nog aan goed dus. Ja. Nou, we kregen net een hele mooie volger. Kijk hier, was mijn aasvis. Kijk, kwam er eentje naar beneden, ging er eentje naar boven. Maar hij pakt hem nog niet. Hé, hey, blijf mooi staan. Inwendig mens wordt wel goed verzorgd hier. Hoppatee. Hoppatee. Lekker vuurtje. Het is lekker in de winter, als het zo koud is, jongen, dan moet ik het even aansteken. Ik mag geen beker heen houden, hè? Dus sla je want daar heb ik even geen tijd voor nou. Sla je heel erg. Twee hengels tegelijk dadelijk. Ik denk als je 1000 jaar geleden had geleefd, dan was je met pijl en boog overal doorheen te rennen, jongen. Of een visser waarschijnlijk. Hey, thanks man. Lekker. Lekker soepie. Ja. God, daar zit hij dan vast. Nee, snoep. Vis. Vis. Denk ik. Ja? Zou je weten. Vis. Dus. Nou. Nee. Oeh. Ja, ik had hem aanstaan, maar ik zet hem uit. Nu dacht ik. Oh, oh, mis! Oh,
Hij heeft hem volgens mij. Ja, hij heeft hem, kijk maar. Ik ben er toch, hij heeft hem. Hij heeft hem. Hij heeft hem. Ja, hij heeft hem, kijk maar. Hij heeft hem. Net. Dikke stoep, dikke muiten. Dikke muiten, een eierkoek, man. Fok op met jouw eierkoek. Ik heb die vis. Ja, is er nog niet. Nee, jongen, daar weer wat. Oh, dikke muiten. Moet ik net, ik schep hem. Ja, schep jij maar. Wil je maar filmen, een eierkoek eten? Ja, eierkoek, ja. Dat kan. Komt Jan. Oh, dikke vis, hoor. Had hem gezien, drie. Ja. Ik zie nog dat hij kwam. Pas op. Oeh, ze zijn net vast. Hoppa, hebben we. Boeie, Kessa. Goed, joh. Hey. Ik draai mijn vis op, hij komt gewoon naar boven, joh. Jongen, je zet hem aan en hij zegt, ik vang hem knijter. Ik zeg, ja, dan ben ik binnen zeker door een knijter te vangen. En zie hem aan en ik heb hem op de film, hè, dat hij zo springt. Dat je pakt. Oh, even bijkomen. Even onthaakmandje. Even bijkomen. Hé, hey, waar zin ik om? Die lag hier net op toen wij gingen filmen. Ja. Die motherfucker. Maar kijk je naar de beelden. Ja. Hij is nog niet klaar. Het is geen groot. Ik dacht, ik had een grote verwacht. Nou, een dikke kop. Dikke kop. Dan heb ik ook met die grote eierkoek in de mond. Hij is een dikke. 90. Ja. Hij is nog niet klaar. Hij is strak afgedrild. Ik even wachten. Ik ben in een kiel. Ik ben een haak. Dat moet niet. Nog niet het net gaan tollen. Nee, mij tolden. Laat me tollen. En die pak. Spectaculair, hè? Ik heb dat op beeld, hè, dat hij de pak. Spectaculair. Hou even. Wacht, hè. Maar je doet maar. Spectaculair, hè? Echt wel. Hij is nog niet klaar. Wat de fuck, hè? Allee, vieze gek. Allee, ik kan hem niet pakken, zo glad is hij. Een glad Janus. Een kutje aan doet. Een kutje aan ons. Jongen, wat pakte die hem? Hoppa. Hey. Dikke muiter. Ja, dikke muiter. Een fotootje maken, of niet? Ja, ik maak wel een foto van jou. Weet je dat wel? Moet ik hem even overpakken. Als je een beetje zo kunt dat ik zoek. Oh, ik heb de hik, man. Achterhondje. Ja. Oh. Ik heb goed. Spontaan de hik van je gekregen. Nee. Die kut eierkoek, man. Nee, jongen, dat is echt soep. Dat is echt soep, ja. Oh. Ik heb die met mijn draad onder mijn motor. Oei. Wat doet hij nou? Doet hij nou bijten? Dat was warm vis. Wat een dikke jongen. Hé, hey, hot. Mooi getekend. Oh. Mooi vis. Ja, zeker, ja. Ik heb helemaal mijn hand kapot. Oh ja. Met zeer, jongen, van de bouw. Van de bouw, ja. Gaat nog een keer. Een dikzak. Ja. Een klein kopje heeft hij. Ja. Nou, even sneller. Bijt die stoel een beetje, ja. Die beelden, vette shit. Ja. Boom. Dat is zeker vette shit, want ik heb dat erop staan, jongen. Dat staat gewoon erop. Nou, we zijn lekker aan het ertsoepen. We hebben de ertsoep net op. En we hadden straks er al twee volgers, hè? Tom op het scherm. Ja. Dus dan gaan we nog een keer terug. En vader overheen. En mijn mengel buigt op een gegeven moment. Dus ik kijk. Ja. Ik zeg tegen Tom of het zit aan de grond, want we vissen wel kort bij de grond. Of ik heb B. Dus ik ga voelen. Ja, ik voel niks. Ja, ik voel wel iets. Klein beetje weerstand. Dus ik trek nog een keer zo, ik denk ja, toch bodem. Dus ik trek, ja, dan komt het gewoon mee. Dus mijn naardvis kwam mee, ik draai op, mijn naardvis is in de oppervlakte en toen kwam hij erom. Ja, jongen. Jongen, er kwam de knijter achteraan gevlogen. Vloed. In de oppervlakte, achter mijn vis. Dus ik liet hem pakken. Hij nam me mee, even wachten, nou, ik wil niet rond. Hij nam me mee, dus ik sla, mis. Ik draai mijn vis op, tot de oppervlakte, hij kwam hem weer halen. Ja. In de oppervlakte, bots, vat je weer die vis. Weer naar beneden. Weer mis. Ik laat hem nog een keer in de oppervlakte hangen, zo een paar keer op en neer met mijn hengel, onderuit de diepte kwam. Ja, 7 meter diep lagen we. Ja. En toen had ik hem wel. Een zware, sterke vis. Nu geen meter, maar ik ben er blij mee. Ja. Eerste fatsoenlijke vis vandaag. Zeker weten. En een dag is al stum. En de volgende is voor Tom. Gewoon is voor mij.
Ik zeg dat ik hier nog beter heb. Ja, dat zei je, ja. Houd het niet strak, maat, hè. Oh. Laat hangen, laat hangen, laat hangen. Hij vat hem nog, laat hangen. Niet aangeslagen. Oh. Ja, ik heb wel al aangeslagen. Laat hem hangen, laat hem hangen, laat hem hangen. Hij vat hem misschien nog. Oh, shit. Amateuralarm. Amateur. Dat is de gebochelde, die is in de meter 8, want dat weet ik toevallig. Die ligt hier altijd. Oh. Die ligt hier altijd. Die is in de meter 8, Tom. Dat was een centimeter. Ja, ja, ja. Godverdomme. Oh, ik best wel kei hard, jongen. Dat is mijn voelen. Kijk op. Die jongens even. En de maan staat in de camera. Ja, ja. Dat heb ik. Die hengel wordt ontmaakt, hè? Ja, die hengel ontmaakt. Ja, mooie snoek, mooie dikke snoek. Oh, rustig, hij zit net vast. Rustig. Oh, godverdomme. Oh. Oh, en vis. Mok. Hangt je nog aan? Nee. Oh, dat is een vis. Dat was een dikke meter. Dat was een dikke meter. Die hengel zo. Ja. Oh. Ja. Sorry. Ja, die heb ik dus eventjes nu zo draf laten gaan. Dat was mijn eigen domme schuld. Hij viet hem vlug. Hij pakte hem meteen. We gooiden de aasvis eruit, maar nu twee lossers alweer. Dat is de dag van de lossers vandaag. Schiet niet op. Nieuwe vis eraan. Een nieuwe vis eraan, kijk. Hoppatee. Weer voor en eraan en dan kijken of we diezelfde... Ja, dat je nog pakt, maar ik denk... Of we diezelfde stek nog een keer proberen. Maar we zagen hem wel allebei en dat was wel over de meter. Zeker. Ja, dat was hij. Dat was hij zeker. Dat was een meter. Dat was een metersnoek. Dus, tja, nou ja, hoort er ook een beetje bij, maar liever niet natuurlijk. Maar ik sloeg de hengel blijkbaar helemaal naar links en toen draaide ik wel en dan valt de lijn even slap en dan... Slip je dicht. En de slip had ik nog niet dicht, dat was weer... Een beetje chaos eigenlijk, dus voor een keer de slip dicht. Je naaide me zo vlug tegen. Genaaide me ook zo vlug tegen. Ja, jij zegt dat als je gaat, meteen butsen. Een klein visje. Ja, maar echt een klein visje. Ja, man. Een klein visje. Laatste visje. Ja. Maar goed, we hebben nog een volgendje. We hebben nog even, misschien is 3 keer scheepsrecht. Maar, ja, dat was straks ook nog. Even bijkomen. Zit er weer op, Tom. Zit er weer op, hè? De dag van de lossers, een beetje. Hè? Ja, we hebben veel vis gelost. Ja, echt heel veel. Maar ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Een paar dikke snoeken. Ja, zeker 3 meter erbij. Ja, drie meter. Tom, 2 hele mooie gelost. Ik sloeg net aan als een mietje, jongen. En ik zeg dat ik ga oefenen. Ik pak mijn hengel en dan ga ik het park in. Knoop ik tot hond aan. Ja, je hebt ooit deze los, als je voorzichtig zijn. Even, ja, soms... Ik vis met grote aasvissen, dus de kans tegen hem dan los, ja. Dus is aanwezig. Is veel groter als een klein aasvisje eraan. Dit want dan pakte mee, dwars in de bek. Ja. Ja. Het slepen was geen succes vandaag. We hebben ook maar even geprobeerd, waar waren veel te hard. Al die brasems en zo gingen tollen door de wind. Ja, die gingen draaien, ja. Ja, door de wind gaat al 2 km per uur, is veel te hard. Dat gaat hard, hè. Ja. We kunnen wel driftzak uitgooien, maar schiet niet op. Maar het positieve was dat we even op snoekbaas hebben gevist en wel mooi 5 mooie snoekbaas met het landen. 5 mooie snoekbaas gevangen. Ja, dus dat was natuurlijk wel weer mooi. Een spectaculaire aanbeet gehad de fireball. Ik ben zo benieuwd naar het filmbeelden dalen, het filmmateriaal. Dus we gaan snel naar huis. Ja, het is donker bijna. Ja, het is bijna donker, het is nu een uur later. Een uur eerder licht, of een uur eerder donker. Een uur eerder donker, ja. Een uur later licht. Gauw die zomertijd gewoon aanhouden, dat we tot 1 uur of 10 kunnen vissen. Ja joh, dan moeten we, eigenlijk moeten we dat gewoon voor stemmen. Ja, je kunt stemmen weg gewild, maar ze doen toch wel eens willen donker vandaag, jongen. Ja. Dat is lang beslist. Ja. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken. Het was hartstikke gezellig. En we varen terug naar de helling en dan ga ik lekker thuis een kopje koffie drinken. En de videobeelden eens bekijken. Tot de volgende keer. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause
everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin.